Prins Willem-Alexander kwam vrijdagmiddag naar Sneek om kennis te maken met het duurzame en innovatieve sanitatiesysteem Waterschoon. Dat is aangelegd in de wijk Noorderhoek. Dank u wel. Ja, zeker. Dat was alleen maar. Leuk. Ja. Stel voor we even hier de kleine rondje te lopen. Hier omheen, of je het goed vindt. De prins werd ontvangen bij het Tellensgebouw van het woonzorgcentrum Noorderhoek. Daar werd hij rondgeleid. Kreeg de kroonprins uitleg van de groente- en fruitvermaler in de keuken en had hij een ontmoeting met bewoners in de kantine. Vervolgens kreeg de prins, die een autoriteit is op het gebied van watermanagement, een toelichting over waterschoon bij de Zwartwaterkelder, de Grijswaterput en het zuiveringsdeel van het nutsgebouw. Ja, dat denk ik. Ja? Wat zegt u? Wij mogen er niet in, als u het tegen niemand zegt. Ja. Even de burgemeester laten een fotootje laten maken, dan kunnen we dat... Ik had niet, maar ook mijn boosbel. Nee hoor, helemaal niet. Lukt het niet? Ja, ik denk dat er misschien wel iemand anders is in de buurt die wel lukt. Ja! En natuurlijk daar zo tegen de achterkant kijk er ook op, want het is mijn super! Zo, goedemiddag. 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 Het nieuwe sanitatiesysteem zorgt dat in de afzonderlijke woningen via een keukenvermaler het organische afval wordt ingezameld en samen met toiletwater, zwart water, wordt afgevoerd door middel van een vacuümsysteem. Het huishoudelijke afvalwater, het grijswater, wordt apart afgevoerd. Deze reststromen worden los van elkaar in een lokale zuiveringsinstallatie midden in de wijk schoongemaakt. In de Noorderhoek in Sneek worden in 10 jaar 282 woningen gesloopt en ruim 200 woningen weer teruggebouwd. Al deze nieuwe woningen worden aangesloten op het nieuwe sanitatiesysteem. Waterschoon is wereldwijd het eerste sanitatieproject dat op deze schaal wordt toegepast. Oh, hij is ook dit van het project. Prachtig project en ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is. En, ik heb ze ook al verteld, uniek in de wereld en zeker vanuit mijn functie bij de Verenigde Naties. Maar een van onze speerpunten voor RioPlus20 is het hergebruiken van afvalwater. Zoals ze het Engels zeggen, there is no wastewater, only water wasted. En hier laten ze dus in Sneek zien, in Friesland, voor de hele wereld wat hiervoor mogelijk is. Dus ik ben heel trots dat ik dit heb mogen openen vandaag. Ja, natuurlijk. Na een klein uur vertrok prins Willem-Alexander per bus naar het Van der Valk Hotel, waar hij het symposium Waterschoon bijwoonde. Daar verrichtte de prins de officiële openingshandeling van het project Nieuwe Sanitatie. Hij deed dat door het opendraaien van een afsluiter.